Stemmen als je nog geen 18 bent. Het kon deze week bij de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. In het kader van de Week van de Democratie had de school een speciaal programma. We doen van alles. Het is in principe gewoon een reguliere lesweek. Alleen wat anders is deze week is dat leerlingen die mogen stemmen op maandag of dinsdag, de landelijke scholierenverkiezingen. Verder besteden alle docenten aandacht aan democratie in hun lessen. En we hebben ook in de pauze een broodje met, dus met lokale politici kunnen ze van gedachten wisselen. En op vrijdag, dat is ook wel heel erg leuk, kunnen leerlingen hun mening uiten over het schoolbeleid en dat doet de leerlingenraad. Een van die lokale politici die voor het broodje met kwamen is Michiel van Willigen. Hij is ChristenUnie-wethouder voor onderwijs en jeugd in Zwolle. Wat ik aangaf is dat ik hier in de klas ben gekomen omdat ik de docent goed ken. Maar dat kwam ook uit een stukje schuren. De docent is ook gewoon inwoner van de stad Zwolle en ze was het met mij niet eens. Nou, en dat is het mooie. Ook leerlingen kunnen het ergens niet mee eens zijn. Of nu of later. Ja, en dan moet je wel weten hoe zijn... Hoe kun je je stem laten horen? En ja, als je daar aan de voorkant al leert, als je aan de voorkant zegt, ja, ik ben het er niet mee eens en ik ga het op deze manier oplossen, ja, dan moet je op school, vind ik, leren. En als dat later kan, dan heb je er echt profijt bij. Ja. Heb je vroeger zelf ook les gehad over de democratie op school? Nee, eigenlijk te weinig. Ja, dat meen ik serieus. Ik ben ook echt op latere leeftijd pas wat bij de politiek betrokken geraakt. Ik was gewoon veel meer een van mijn vak. En ik ben denk ik nu de afgelopen 15 jaar wel bij de politiek betrokken. Maar als jongere was ik het helemaal niet. Ja, ben je ook wethouder jongeren of wethouder jeugd? Krijg je veel vragen vanuit de jeugd over bijvoorbeeld wat er in Stadsvolle gebeurt? Ja, de laatste tijd steeds meer. En dat is mooi, want we hebben een jongerenraad. En we hebben een jongere kinderraad. Dus dat is eigenlijk een jongere burgemeester hebben we nou zelfs. En omdat we dus ook plekken hebben waar jongeren bij elkaar komen en nadenken over de stad, krijgt die vragen steeds meer. Steeds meer jongeren dus die weten hoe ze invloed moeten uitoefenen op het beleid van de overheid. En de Week van de Democratie ligt daar misschien wel aan ten grondslag. Ik hoop dat ze door deze week gaan ervaren dat ze invloed kunnen uitoefenen op landelijk niveau. Op gemeentelijk niveau, dat zijn die broodjes met waar ik het net over had. En op school met de leerlingenraad. En ik hoop ook dat ze bewust worden dat democratie, dat moet je waarderen. Want daardoor kun je in Nederland zijn wie je bent en zeggen wat je wil. En ook uiteindelijk stemmen op wie je wil. Ja. Is nou, zeg maar, die verkiezingen, is dat nou een beetje gesprek van de dag hier zo in de wandelgangen van de leerlingen? Nou, ik geloof het wel, want ze vinden het toch ook wel heel lastig, net zoals wij volwassenen, om te kiezen van waar ga ik nou op stemmen? Ze zijn vorige week allemaal voorbereid op de verkiezingen, dus ze hebben stemwijzers ingevuld. Dus het leeft wel, maar ze vinden het lastig. Ja, en Suus uit Driehaven heeft net haar stem uitgebracht bij het scholierenstembureau. Ik ben 14. Dus het duurt nog een jaartje of vier voordat je mag stemmen. Ja. Dus de volgende verkiezingsronde mag je meedoen. Ja. Heb je al wel zoiets van, nou ja, als ik zou mogen stemmen, dan zou ik op een bepaalde partij stemmen? Ja, op de VVD. Ja? Ik vond wel fijn wat Mark Rutte allemaal deed met het land. Dus. Ja, en hoe je je kunt oriënteren op de verkiezingen, dat had Suus meegekregen op school tijdens de Week van de Democratie. Ze hebben veel uitleg gegeven over de politieke partijen. En over wat er kan veranderd worden en wat misschien goed is voor het land. Ja. En weet je nu precies hoe het zit met de gemeenteraad en met de provinciale staten en zo? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. En wat vind je er nou van de politiek? Zou je bijvoorbeeld zelf in de politiek willen? Nee, dat zou ik niet heel leuk vinden. Een beetje stress, denk ik. Ja. Ja. Oké, okay. Wat wil je wel worden? Misschien advocaat of zo. Geen wetgevende of uitvoerende macht, dus met de rechtspraak. En ook dat is vast aan de orde geweest in de Week van de Democratie, die nu nog tot vrijdag loopt.